Dit is een 3D video. Wil je gewoon kijken? Klik op de 3D knop, geen 3D opties en dan linker of rechter beeld. Dinsdag 29 maart 2011. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat het kloosterterrein opmeten. Voor het eerst wordt er sinds 1928 weer archeologisch werk verricht op het kloosterterrein in Sipkelo. Het doel hiervan is om de hoogteverschillen van het terrein op te meten en die te projecteren op de kaart van 1928. Deze kaart is gemaakt naar aanleiding van het eerste archeologisch onderzoek door de toenmalige textielbaron Ludwig van Heek. Na moderne maatstaven gerekend is dit toentertijd slecht uitgevoerd. Gelukkig is maar een klein deel van het kloosterterrein afgegraven. Een groot deel, waaronder de kloosterkerk, ligt nog steeds onder de grond. Wim de Jong gaat met modernste GPS-apparatuur de exacte punten van het kloosterterrein in beeld brengen. Het terrein aan het inmeten. Dit is hierboven is een prisma, zoals we dat noemen. Dat is een 360 graden prisma. En verderop heb ik mijn apparaat, dat is een robotic total station. En die volgt mij als het ware. Die zendt een radiofrequentie uit. En de prisma is zodanig geslepen dat hij dus dat terugzendt naar het apparaat. En aan de hand van de snelheid, een golven, meet hij daar een afstand van. Dit is eigenlijk een soort afstandsbediening. Alle functieknoppen wat ik hier aangeef, gaat hier via een antennetje en gaat dus naar mijn robotic total station. Opvallend zijn enkele grote keien op het terrein. Henk Huisman legt me de bijzondere betekenis van deze keien uit. Uit oude geschriften die te maken hebben met het klooster van Sipkelo, hebben ze toen de kerk gebouwd is, hebben ze twee grote stenen opgehaald en die zijn hier met een kar naar Sipkelo toegebracht. Ze zijn gebruikt als altaar of als een gedeelte van het altaar, toevallig dat op de plek waar de kerk gestaan heeft, deze twee grote stenen ook gevonden zijn. Ze zijn heel erg uniek, zo uniek zelfs dat meneer Jan Jans, de beroemde architect die veel met Twentse boerderijen gedaan heeft, hier ook van deze twee stenen een tekening gemaakt heeft. Zo interessant vond hij dus ook dat er hier twee van deze grote stenen lagen. Kom, nu de bomen hier van het terrein af zijn, dan val je allerlei dingen weer op. Terwijl je hier al jaren op het terrein eigenlijk loopt. En dan zie je in één keer hier weer een muurwerk met een soort plaatwerk van specie erop. En van ijzerroerblok. En dat is net op de kop van de kerk eigenlijk hier. Heel verrassend weer om dit hier zo weer aan te treffen. Zandsteen, ja, dat vind je hier overal over het hele terrein. Jan Willem de Kort, de veldarcheoloog, legt Freddy Eckel de werkwijze uit. Moeten we hem daar ook naar de binnenkant hebben? Of? Nee, maar daar moet je echt voor gaan graven, zeg maar, ja. Een heel eind. En ik wil gewoon wat er nou echt gewoon net onder de zoden ligt, zeg maar, even bekoekeloeren. We hebben meer informatie nodig. Ja. Kijk, want daar schrok ik een beetje van dat inderdaad het originele tekeningetje, dat daar geen schaalbalk op staat. Nee. En dat maakt het een stuk moeilijker. Ja. Het onderzoek staat onder leiding van mevrouw Dr. Anders Pelleers. We hebben vastgesteld waar de muurwerk vlak onder het oppervlak zitten. De dwarsmuurtjes vooral, om dit te kunnen relateren aan de oude opgravingstekening. Om daar te kunnen zien hoe het zit met wat je hier in het veld ziet. Of dit de opgravingsput is. En of de schaal klopt van de tekening. Dus om eigenlijk de oude opgravingsgegevens te kunnen relateren aan wat je nu in het veld ziet. Hoe weinig van de opgraving is overgebleven, kunnen we hier zien. Deze stereografische opname uit 1928 laat zien wat er verloren gegaan is. Daarom wil de Stichting Klooster Sipkelo het kloosterterrein redden en voor flora en fauna, maar in het bijzonder ook voor de mens, een bijzondere plek creëren. Hoe een kloosterlandschap eruit zou kunnen zien, nemen we u nu even mee naar Ilo in Duitsland, ter hoogte van Delfzijl. De omgeving van Ilo is bekend om zijn vennengebied. Het dorp telt zelf circa 12.000 inwoners. In de 13e eeuw ontstond op deze plek een Cistriënse klooster. Het lot van dit klooster is in vele opzichten gelijk aan die van Sipkelo. Het klooster werd in de 16e eeuw opgeheven, gesloopt
en de materialen werden hergebruikt. De opgravingen in de 90e jaren waren de start om het kloosterterrein als een kloosterlandschap in te richten. Een prachtig voorbeeld hoe een historische plek een nieuwe betekenis kan krijgen voor de mens. Er is een stilteruimte ingericht. Daarnaast zijn de opgravingen op een bijzondere manier hierin verwerkt. De kloosterkerk van Ierlo had ongeveer dezelfde afmetingen als die van Zipkelo. We hebben het modern gevormde kerkgeraamte van Ierlo geprojecteerd op de plek waar vroeger de kerkklooster van Zipkelo stond. Met bijna 40 meter hoogte reikt de spits zelfs uit ons beeldveld. In de middeleeuwen zag men deze kerk van Zipkelo al op grote afstand. Terug naar de archeologen in Zipkelo. We zien hier een van de binnenmuren. Dit is de kelderzijde en aan deze kant zit ook de kelderzijde. We zien hier vier muurtjes, binnenmuurtjes, die bestaan uit anderhalve dikte, steendikte. Dus het is, één steen liggen dwars en de andere liggen in de lengte richting de tegenaan. Klaas Greveling is de veldtechnicus. Heb je al veel gegraven in uw leven? Wat dacht je? 45 jaar dit jaar. Ja? Vindt u dit interessant hier, de interessant terrein? Of, Ja. Ja, het is een hele ruimte allemaal. Het is allemaal toch goed opgemesteld. Ja, dit is een leuk binnenkant. Dit is goed. Dit is de eerste binnenmuur. En dan heb je de twee, drie. Die waren bekend. De laatste die je in de zandhoop ziet, dat is nummer 4. Dat is een nieuwe. En dat is nog steeds een binnenmuur. Dus we missen nog steeds de buitenmuur. Die hebben we nog niet aangetroffen. Maar dit is genoeg om nu te zeggen van nou, we kijken hoe de opgravingstekening is past in wat we nu zien. En dan moet straks dat geofysisch onderzoek meer informatie opleveren wat er nog allemaal onder de grond zit. Maar dat kunnen we dan goed aan elkaar koppelen van wat we nu zien. In de zomer van 2011 starten we met het geofysisch onderzoek. Daarmee wordt voor het eerst sinds vele honderden jaren het fundament van het klooster in beeld gebracht. Aan de hand van dit onderzoek kan een serieuze reconstructie van het klooster gemaakt worden. Wilt u meer weten over het klooster Zipkelo of heeft u een 3D-brilletje nodig? Bezoek ons museum of onze website. U kunt daar ook ons meer dan 400 pagina tellende boek Moderne Devoten in Monnikenspij kopen of bestellen. Het boek vertelt u in detail de opkomst en ondergang van klooster en collocatie van Zipkelo. Wij verheugen op uw komst en we geven graag een rondleiding op het kloosterterrein. U kunt ons ook steunen door donateur te worden van onze stichting.